Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. Welkom bij De Waard aan tafel met weer drie hele interessante onderwerpen. Straks gaan we het hebben over de fusie tussen Beter Wonen en Qua Wonen en wat dat voor betekenis heeft voor de huurders in Amersfoort. Ook Rederijkerskamer Excelsior zit straks hier aan tafel en zij vertellen over hun nieuwe stuk wat ze gaan opvoeren. Maar we beginnen om even op stoom te komen met Karmeliet op stoom. Inmiddels een begrip natuurlijk in Schoonhoven, maar in de rest van de Krimpenwaard moeten we misschien nog een beetje vertellen wat het precies is. Drie heren die daar eigenlijk van begin af aan al bij betrokken geweest zijn. En ik begin even hier meteen links van mij met Louis. Hoe is het ooit zo begonnen? Het is eigenlijk begonnen met een paar stoommachientjes die ik in mijn bezit had. De eerste die is een oud machientje van mijn schoonvader die ik gerestaureerd heb en weer aan het draaien gebracht heb. Daar is lieverlee wat bijgekomen en op een gegeven moment was zo, het is toch wel leuk om een keer aan de buren en aan een paar kennissen laten zien wat je allemaal gedaan hebt en het een keer laten draaien. En dat deden we dan bij mij in de woonkamer gewoon. Oké. In de Karmelietenstraat, vandaar ook de naam van het evenement. Meteen een volgende vraag beantwoord inderdaad. Waar komt de naam vandaan? Ja. Nee, dat is prima. Maar dat is, lieverlee, ze zeggen wel eens een hobby loopt uit de hand. Maar misschien is dat wel een beetje zo. We zijn toen op een gegeven moment verhuisd naar het bovenzaaltje van het Bastion. Om iets meer ruimte te hebben en wat meer mensen daarbij te kunnen vragen. Ja. En dan komen er toch ook wat mensen die in de modelbouwwereld zitten, komen daar een beetje op af. En toen waren er een paar die zeiden op een gegeven moment van joh, we kunnen daar nog veel meer mee doen met andere clubs en mensen die andere dingen maken daarbij te halen. En dat hebben we gedaan en toen op een gegeven moment zijn we verhuisd naar de grote zaal van het Bastion omdat het boven zelfs te klein werd. Ja. En nu zijn we inmiddels zover dat tegenwoordig heet het barak, moet ik daar wel bij vertellen, dat helemaal van onder tot boven volgebouwd wordt. De bovenzaal, de benedenzaal, de hal, alles wordt erbij betrokken. Ja. Dus het is een heel interessant evenement geworden, vinden wij zelf. Ja, en dat nu voor de 13e keer. Voor de 13e keer, ja. Ik hoor je zeggen, op stoom, maar ook modelbouw. Bas, modelbouw, daar is het uiteindelijk allemaal mee begonnen, hè? Ja, eigenlijk is het vanuit de stoom begonnen eigenlijk, vanuit de stoommachines. Dit evenement. Ja? En daar is iedere keer is daar een stukje bijgekomen. Daar zijn modelvrachtwagens bijgekomen. En daar zijn scheepsmodellen bijgekomen en modelspoorbanen liggen er nu ook in verschillende maten en verschillende soorten door het hele pand heen. En tegenwoordig ook zelfs nog weer brandweerautootjes erbij. Het is eigenlijk een hele bonte verzameling van modelbouw, zeg maar. Ja. Je vertelt er heel enthousiast over. Ik hoor auto's, brandweerauto's. Is het een jongensding? Ja, eigenlijk dat denk ik wel. Yeah. Er zijn ook bij degenen die aanwezig zijn op het evenement, zijn ook wel hun echtgenotes erbij. En er zijn er heel veel die dan zitten te breien of te haken of dat soort dingen. Echt waar. Dat is op zich ook al iets leuks om mee te maken. Ja. Maar het meeste is toch een beetje mannen-jongens gebeuren. Toch wel, hè? Ja. Hans, hoe is dat ooit voor jou begonnen, die modelbouw? Nou, dat is heel lang geleden begonnen. Toen ik nog op de middelbare school zat, had ik net zoals veel andere jongetjes een modelbaan. Met H0 was dat destijds nog en die lag bij ons thuis op zolder. Bij Louis en mij thuis. En ja, die hebben we jaren gehad, maar ja, op een gegeven moment krijg je andere interesses en dan verdwijnt dat weer. Ja. Maar de interesse voor modelbaan op zich, of voor modelbouw op zich, die is altijd gebleven. Dat is nooit weggegaan. Ja. En toen Karmeliet op stoom begon, was ik daar niet van meet af aan bij betrokken. Het organiserend kwartet was toen nog mede door andere personen gevormd. Maar op een gegeven moment werd ik toen iemand uit de organisatie stapte, werd ik erbij gevraagd. Ja, toen hoefde ik niet lang na te denken, nee. Want het ging over modelbouw en er moest iets georganiseerd worden. Nou, dan ben ik daar zeker voor te porren natuurlijk. Ja.
Ja. Het heet Karmeliet op stoom. Zijn alle modellen die daar staan ook inderdaad stoom aangedreven? Nee, zeker niet. Het is inderdaad met de stoommachines begonnen. Vandaar de naam ook een beetje. Ja. Maar er zijn, Hans noemde al de modelbanen. Dat is natuurlijk dat is elektrisch werk. Ja. Radiografisch bestuurde trucks. Dat is natuurlijk ook allemaal elektronica. De scheepsbouw, ja, dat kan inderdaad met stoom, die zijn er ook, maar ook elektrisch of andere brandstof. Dus noem het maar, alles wordt eigenlijk in de modelbouw toegepast. Ja. Dan heb je een paar kleine dingetjes tussen jou en Bas in staan. Wat zien we hier? Ja, het is maar een voorbeeldje wat ik meegebracht heb. Dit is wel grappig, omdat het kleinste stoommachientje is wat we in mijn bezit heb. Dus dit is het kleinste. Ja, het kan ook helemaal werken. Oh, wow. Maar het is super klein, dus dat is gewoon de grap van het dingetje zelf. Ja. En dit is een beetje, hij is eigenlijk een beetje apart omdat het een verticale machine is. En dit is een ding wat gewoon uit de handel komt. Hij is alleen, ik heb hem aangepast, de stoomleidingen heb ik aangepast, de afsluiter heb ik aangepast. Die beugel die er tegenaan staat is niet origineel. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje aangepast naar mijn eigen wens. Ja. En alles. Maar dit is een voorbeeldje. Ja. Zo zijn er heel veel dingen. Nou, op 17 maart dan gaat de barak weer helemaal los. Maar dan staat ook alles te puffen en te tuffen en alles werkt. Zeker. Ja. 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 Ja, alles is in beweging, zeg maar. Ja. Ja. Dat geeft toch ook een cacophonie aan geluid, of niet? Dat is waar. Ja. Aan het eind van het evenement dan blazen we letterlijk de boel op bijna. Want dan wordt het einde van het evenement aangegeven met alle stoomfluiten die fluiten. Dat is echt iets dat, ja, je moet het gewoon horen. Dat moet je meemaken. Ja. Ja. Het is 17 maart in Barak. En zijn het altijd vaste mensen die komen, die hun spullen komen laten zien? Dus vaste deelnemers, zeg maar. Er zijn zeker mensen bij die wij inmiddels vaste deelnemer noemen. Ja. Die zijn al een aantal keren bij ons geweest. Maar de grote uitdaging voor ons is natuurlijk om telkens ook nieuwe deelnemers te vinden. En dat is gelukkig ook voor deze 13e keer gevonden. Er komen mensen dingen laten zien die nog nooit bij ons te gast zijn geweest. Dus ik kan alleen maar zeggen, komt het zien, want er zitten echt hele bijzondere dingen bij. Ja, ja, hele bijzondere dingen. En in de loop van de jaren natuurlijk ook best wel verschillende bijzondere dingen geweest, denk ik, Bas. Wat is het meest bijzondere wat je ooit tijdens een Karmeliet op stoom hebt mogen aanschouwen? Het is bijzonder. Nou ja, er zitten heel veel mooie dingen tussen. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vond, dat was dat er een hijstelling was op stoom, zeg maar. Okay. Die hadden ze alleen niet met stoom aangedreven, want dan was het eigenlijk het model een beetje te fragiel voor. Een beetje te gevaarlijk om dat met stoom te doen. En dat deden ze met luchtdruk, zeg maar. Okay. Maar het was van origine een model, een stoommodel, zeg maar. Ja. Dat maar vond ik zelf wel een van de mooiste. Ja. Een model op schaal? Of op schaal, ja. Ja, okay. Ja. Op schaal. Ja. Ja, er zijn ook heel veel dingen die ook echt met de hand gemaakt worden, zeg maar. We hebben ook al een keer het gemaal van Haastrecht hebben we gehad. Die hebben ook een model op schaal, zeg maar. Ja, dat zijn hele, hele mooie dingen. Je ziet echt dat die mensen, die zijn er uren mee bezig ook. Ja. Die zijn ook trots om het eigenlijk te laten zien. Ja. Want dat is ook het leuke, want als je het eenmaal hebt, is het ook leuk om te laten zien wat je hebt en wat je ermee kunt, zeg maar. Ja, dat is erg mooi. Ja. Ja. Wat is deze keer een publiekstrekker? Weet je dat al? Kan je mensen nu al lekker maken van, nou, hè, we hebben dit model nu hier staan, daarom moet je komen? Ik kan noemen, er komt een gigagrote modelbaan, dat zijn dan treinen, dat is de M-Trek Groep, als ik het goed zeg. Ja, M-Trek Groep Nederland. Die hebben een reusachtige modelbaan van een meter of 10 lang die in bedrijf is. Ja. En wat ik persoonlijk een van de mooiere dingen vind, is een gigantische stoomwals die binnengereden wordt. Die komt in de hal te staan. Dat is echt een kolossaal ding. En dat zijn toch wel een paar buitengewone dingen. En wat het ook wel kan melden, is dat vind ik erg mooi. Het station van Schoonhoven, zoals dat in vroeger tijd was, met alle sporen en loodsen daarbij en ook alles functioneert. Die man is al een keer geweest een aantal jaren terug, maar die komt weer terug en daar zijn we heel blij mee dat hij er weer een keer mee doet. Dat is nu misschien al wel extra bijzonder, omdat natuurlijk het hele spoorgebied op de schop gaat. Actueel zou je bijna kunnen zeggen. Bellen, inderdaad. Ja.
Hans, wanneer en waar moeten we zijn om dit allemaal te aanschouwen? Nou, zet er maar een dikke streep onder. Zondag 17 maart in de agenda. De deuren gaan open voor het publiek om 11 uur. En je kan alles komen bekijken tot aan 4 uur in de middag. Laat je niet afschrikken door een toegangsprijs, want die is er niet. Oh. De entree is gratis. En mocht je alles hebben bekeken en zeggen van nou, dit was geweldig mooi. Ja, dan zeggen wij, als je dan in staat bent en bereid bent om iets bij te dragen in onze kosten. Ja. Prima, er staat een bus bij de uitgang. Doe daar iets in wat je zelf... Want je hebt het hele evenement heb je gesponsord gekregen, zeg maar. Je hebt sponsors gezocht voor een stukje financiering. Maar er blijven toch altijd wel wat dingetjes... die dan niet gefinancierd zijn en die eigenlijk uit eigen zak. En dan is zo'n bijdrage natuurlijk fantastisch. Van harte welkom. Precies, ja. Wij gaan met z'n allen naar Carmeliet op Stoom op 17 maart. Dankjewel. Graag gedaan. U kijkt naar de Waard aan tafel, waar we zojuist een inkijkje hebben gekregen in Carmeliet op Stoom en waarom we daar naartoe moeten. Straks gaan we het hebben over een heel mooi toneelstuk wat Rederijkerskamer Excelsior gaat spelen. Maar we gaan het nu even hebben over een fusie die heeft plaatsgevonden tussen twee woningcorporaties. En daarvoor zit hier aan tafel Dennis Gerlof. Welkom van Qua Wonen. Ja. En nu heb je dus ook Amersfoort in je portefeuille. Ja, dat klopt. Hoe voelt dat? Ja, het is leuk natuurlijk. En het is fijn om ook voor Amersfoort, wat we als Qua Wonen al voor in allerlei kernen al doen, dat nu ook te kunnen doen in Amersfoort. Ja. Dus, hoe is dat zo gekomen? Waarom is Beter Wonen met jullie gefuseerd? Nou, Beter Wonen is een kleine corporatie. 265 woningen hebben zij. En de opgave die er ligt richting de toekomst, met als je kijkt naar verduurzaming, nieuwbouw, leefbaarheid, hè. Er wordt heel veel van corporaties gevraagd. Ja. En dan zie je dat die volkshuisvestelijke opgave voor een kleine club gewoon heel moeilijk te realiseren is. Vandaar dat zij op zoek zijn gegaan naar een partij die, die daar wel die invulling aan kan geven. En die samenwerking, zeker fusie, daarmee aan te gaan. En dat zijn wij uiteindelijk geworden. Ja. Was het een logische keuze om dan met Qua Wonen met jullie samen te gaan werken? Nou, je hebt nog naast Qua Wonen, je kijkt natuurlijk naar de Krimpende Waard. Want onze opgave ligt in de Krimpende Waard. En je kan ook wel naar een corporatie buiten de Krimpende Waard kijken. Maar ja, dat is niet zo logisch. Dan hebben we eigenlijk twee mogelijkheden Qua Wonen. Of je hebt nog Groenwonen Vlist, een club, zal ik maar zeggen, die wat iets aan de andere kant van Krimpende Waard zit. Ja. Dus op zich is het logisch dat wij dat als partij waren. Ja. Maar ja, dat moet uiteindelijk nog van beide kanten dan ontdekt worden en tot een fusie leiden. Ja. Ja. En hebben daar de huurders ook nog een stem in? Ja, zeker. Zeker van beide kanten. Hè. Dus zowel vanuit Beter Wonen Amersfoort. Want dat was oorspronkelijk ook een vereniging. Dus die moeten ook om naar een stichting. Ja. Dus die hebben echt wel ook een keuze moeten maken. We gaan om naar een stichting. Geeft ook bepaalde vrijheden gaan er dan natuurlijk weg als je naar een stichting gaat. En aan de andere kant ook onze huurdersvereniging als Qua Wonen heeft ook moeten instemmen met het feit van nou, is dit een goede samenwerking, zeker fusie? Ja, want een vereniging, dan waren de huurders waren leden. Ja, zeg maar. Klopt. Dus die klopt, hadden bij, elk jaar een ledenvergadering. Inspraak, natuurlijk nog weer wat meer inspraak. Ja. Dus daar komen natuurlijk heel veel sentimenten bij kijken op het moment dat je omgaat. Hè. De fusie geeft sowieso al, want je geeft je identiteit voor een belangrijk deel op. En aan de andere kant, je gaat als vereniging stop je en je gaat over naar een stichting. Dus dat is echt wel, daar komen wat emoties bij kijken. Dat geloof ik meteen, ja. Zijn er nog grote hobbels geweest die misschien onoverkomelijk leken, maar uiteindelijk toch geslecht? Nee, het is redelijk soepel verlopen, mag ik zeggen. Nou moet ik wel zeggen, wij als Qua Wonen, Twee jaar geleden hebben we natuurlijk de fusie gehad met Oudekerk. De corporatie in Oudekerk is 2 jaar geleden bij ons met een fusie gekomen. Dus wat dat betreft hadden we het al een keer ervaren. Aan de andere kant, voor Amersfoort was het wel natuurlijk de eerste keer. Dus het gaat ook over bepaalde zekerheden die ook een Amersfoort wil hebben. Want het is natuurlijk wij kunnen natuurlijk een heel mooi verhaal vertellen als Qua Wonen. En na de fusie zijn al die verhalen niet meer waar. Dus Amersfoort wil natuurlijk ook wel een aantal zekerheden inbouwen. Dat de dingen die wij ook vertellen en de mooie verhalen, dat die ook na de fusie wel waargemaakt worden. Ja. Dus daar hebben we in eerste instantie intentieovereenkomst en later een samenwerkingsovereenkomst voor getekend. Ja, want jullie zijn wel voor hier gezien in ieder geval wel echt wel een grote woningcorporatie. Ja. Je hebt een heel groot gebied. Ja. Je vertelde net al van Krimpen aan IJssel tot aan Schoonhoven aan toe. Ja.
Dus ja, misschien hadden ze niet het gevoel dat ze dan zouden worden opgeslokt. Ja, nou ja, dat zeker. Hè. Dus dat was de angst in het begin van, ja, ja, in hoeverre. Hè, want bij Beter Wonen aan mijn Stol werken 2 medewerkers. Bij ons werken een kleine 100 medewerkers. Dus dat betekent wel dat zij het gevoel hadden van, ja, wij zijn dan een nummer. En nou, daar hebben we het wel met hun over gehad. Kijk, ik heb ook wel gezegd van, het is niet zo dat je 1 medewerker aan de lijn krijgt. Maar het wil niet betekenen dat je een nummer bent. We vinden persoonlijke aandacht en persoonlijk contact vinden wij net zo belangrijk daarin. Mm. Alleen een aantal dingen doen we dan, proberen we natuurlijk wel efficiënt te doen. En dat betekent dat dat misschien met meerdere mensen gebeurt. Yeah. Maar dat was zeker een angst bij hun. Van ja, we gaan naar het grote qua wonen en worden we niet nummer. En ja, worden we niet meer gezien. Wordt aan mijn stol dan niet, ja, een van de gebieden van qua wonen. Yeah, yeah, yeah. Ja, snap je ik. Je bent allemaal ook een onderdeel van Krimpende Waard. En ja, ja, dat, ja, maar elke kern heeft wel. Ik snap het wel, hoor. Elke kern heeft zijn eigen identiteit. Ja. En dat is ook iets wat wij ook in ons met hun besproken hebben. Kijk, wij hebben ook, als we kijken naar ons beleid, kijken we ook wat de kernen nodig heeft. Dus wat hebben de kernen allemaal nodig? En dus als we het hebben over van nieuwbouw of dergelijke, kijken we niet voor de hele Krimpende Waard. Maar kijken we echt per kern. Ja. Van, joh, welke sociale voorraad moet hier komen? Wat moet hier zijn? Ja, en dat was voor hun wel aanleiding dat ze zeiden van, ja, dan blijf wel aan mijn stol als aan mijn stol gezien worden. Ja, je houdt wel je eigen identiteit. Identiteit en ook wat er aan sociale voorraad nodig is in aan mijn stol. En datzelfde geldt in Bergambacht. En we kijken niet zo. Hè, we hebben 30% sociaal wil je in de hele Krimpende Waard. Maar dan kijk je ook nog wel hoe dat met per kern noodzakelijk is. Dat het een beetje evenredig verdeeld is. Ja, 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 ja. Dus daarmee hebben we in ieder geval kunnen aangeven van, nou, de aan mijn stol blijft nog steeds gezien worden. Ook binnen het grote qua wonen. Ja. Het is. Wanneer is de overeenkomst getekend? Fusieovereenkomst? De fusie, de start zal ik zeggen, van de fusie, die is al vorig jaar, zal ik zeggen, de start eigenlijk. Hè, dus en de uiteindelijke fusie is per 1 februari geëffectueerd. Dus per 1 februari is aan mijn stol opgegaan eigenlijk in qua wonen. Ja. Je vertelde net aan het begin al, er zijn hele grote opgaven in verduurzaming, in nieuwbouw, et cetera. Wat is eigenlijk, wat is het eerste? Wat is het meest urgente wat jullie in Ammerstol zouden moeten gaan aanpakken? Nou ja, je ziet dat in Ammerstol eigenlijk het beheren van de woningen, dat gebeurde. Maar uiteindelijk naar een stukje ontwikkeling kijken, want ook daar wil je nog kijken naar sociale voorraad. Dat betekent dat je bepaalde complexen misschien sloopt nieuwbouw. Of bepaalde gebieden, zal ik maar zeggen, dat daar nieuwbouw gepleegd kan worden. Maar ook de hele verduurzaming, hè, dus de woningen, zal ik maar zeggen, naar label B brengen. Dat soort opgaves, ja, daar hebben ze de afgelopen jaren gewoon geen tijd en geen capaciteit voor gehad. Nee. Dus dat is voor ons de belangrijkste opgave richting de toekomst met aan mijn stol. Dus, je zegt het heel netjes. Als ik hem chargeer, was er dan sprake van achterstallig onderhoud? Nee, dat niet hoor. Nee, dat nee, 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 nee. Achterstallig onderhoud. Maar op een gegeven moment zeg je van, een woning kan op een gegeven moment dat je zegt van, ja, het type woning, de grootte van de woning kan op een gegeven moment gedateerd zijn. En dan helpt onderhoud niet meer. Dan moet je op een gegeven moment gaan renoveren. Of je moet sloopnieuwbouw gaan plegen. Ja. Nou, die slagen, die zijn er in Ammerstol niet gemaakt. He, men heeft prima de woningen onderhouden. Maar je ziet op een gegeven moment dat bepaalde woningen, ja, niet meer van deze tijd zijn. Nee, nee. Ja, en dan is een renovatie of sloopnieuwbouw wel een iets wat je moet gaan doen. Ja. En dat is niet gedaan. Nee, ze hebben prima onderhoud gepleegd. Ja, nou, gelukkig. Dus de huurders van Ammerstol gaan er zeker niet op achteruit nu ze onder jou vallen. Dat is zeker niet, dat is zeker niet de insteek. En wij willen de mooie dingen die we nu ook die we al deden voor qua wonen, willen we ook richting Ammerstol brengen. En als het gaat over verduurzaming, want je ziet met de stijgende energielasten, toch op een gegeven moment betaalbare woning houden. Ja, dat is toch een opgave. Ja, dat hopen we ook in Ammerstol netjes te kunnen gaan doen. Ik wens je veel succes. Dank je. Dank je wel. Dit is De Waard aan tafel, waarin we al op stoom gekomen zijn met Carmeliet op Stoom. En we hebben al huizen gekeken in Ammerstol met qua wonen. En nu gaan we het hebben over een toneelstuk. En dat heeft de titel Amateurs. En ja, ik moest gelijk eigenlijk een beetje grimlachen van, oké, okay, een toneelvereniging gaat amateur toneelspelers spelen. Arie, hoe is dat idee ontstaan? Hoe ben je aan het stuk gekomen? Ja, het is een bestaand toneelstuk en het is ook door beroeps gespeeld. Dus
Het is dacht ik geschreven door Wally de Wijn. Het is een heel origineel stuk, omdat ze... Ja, ze laat zoveel dingen zien die je in elke amateurvereniging voorbij ziet komen. Maar nu is het een, ja, een toneelvereniging die eigenlijk een stuk aan het voorbereiden is. Ja. Maar dat is het stuk op zich, zeg maar. Dus het is een toneelstuk in een toneelstuk? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik zei net vooraf, het is een soort van baboeska-poppetje. Je speelt een rol, ja, in een rol, in een rol, in een rol. Mandy, hoe moeilijk is dat? Nou, daar gaat best wel wat voorbereiding aan vooraf. Ook om je daarin te leven van wat gebeurt er precies op het toneel? Wat wordt er daar van mij verwacht in mijn rol? En welke rollen speel je daar allemaal? Ja. Want je bent natuurlijk ook degene die naar toneel gaat. Hè? Dus dat is vanuit toneelgroep Het Zand. Dus Rederijkerskamer Excelsior stapt eigenlijk in de huid van de amateurspelers van toneelvereniging Het Zand. En toneelvereniging Het Zand die is eigenlijk bezig met haar repetities voor het toneelstuk Julia. Dus je stapt eigenlijk vanuit je eigen persoon, stap je in de rol van die je dan speelt in je toneelgroep Het Zand. Ja. En van daaruit dan nog eens een keer een rol spelen van dat stuk wat je met elkaar aan het oefenen bent. Heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. En dat is denk ik ook best wel een kunst om dat goed neer te kunnen zetten en dat onderscheid te kunnen laten zien. Ja, Arie, je zei het is een bestaand stuk, maar hoe kiezen jullie de stukken die je gaat spelen als Rederijkers? Nou ja, er is eigenlijk een leescommissie en die zoekt eigenlijk al een beetje vooruit op de jaargangen. Ja. En het heeft ook wel soms met de beschikbaarheid van je spelers op dat moment te maken. Dus, want je hebt geen vaste club? Jawel, maar je moet natuurlijk ook qua roltype, leeftijd... Dat je daar toch een beschikbaarheid in een jaar. Maar in principe proberen we altijd 2 of 3 stukken op voorhand op de plank te hebben liggen, zeg maar. Waar we dan uit kunnen kiezen en wat op dat moment geschikt is. Ja. Zodat je niet altijd stand op één moet gaan zoeken naar een nieuw seizoen, naar een nieuw stuk. Dus zo proberen we dat eigenlijk een beetje in te kleden, zeg maar. Dus de leescommissie die selecteert eigenlijk op voorhand. Van nou, oké, dit zouden wij als Rederijkerskamer kunnen gaan spelen. Hoe kom je uiteindelijk dan tot de keuze? Kiest de hele club eigenlijk dan welk stuk we gaan doen? Of zit daar is dat een bestuurstaak? Nou ja, in eerste instantie komt het dan bij het bestuur terecht. En dan vervolgens wordt het aan de leden voorgelegd. Ja. En worden er ook spelers benaderd of ze mee willen spelen. Maar In eerste instantie, die leescommissie is heel belangrijk voor ook het genre wat je dat jaar wil gaan spelen. Elke toneelvereniging heeft zo zijn eigen genre, zeg maar. Maar wij zijn niet van de lach- of schietstukken, zeg maar. En we proberen altijd, het hoeft ook niet altijd serieus te zijn, want dit is ook een comedy. Maar het moet wel van het genre zijn waar wij van houden. Ja, ik werk zelf in de bibliotheek en je hebt dan de liefdesromannetjes en je hebt dan de wat meer literaire, historische romans. En dan heb je ook nog eens de hele zware literatuur. En jullie zitten dan een beetje op die historische roman, zeg maar, als ik hem zo vergelijk. Ja, zitten we er ergens tussen? Nou ja, ik ja, jullie hebben ook Tsjechov. Ja, inderdaad. Als je teruggaat in de tijd en kijkt inderdaad naar de stukken die Excelsior heeft gespeeld. Ik denk al wat jaartjes dat wat meer in het historische zit. Als we gaan kijken naar het stuk wat we dit jaar spelen, is het toch wel een nieuwe twist. Ja. Ja, je probeert natuurlijk altijd ook in genre een mix te maken, zodat het voor je publiek ook leuk blijft. We hebben 2 jaar geleden aan Namens Sarah gespeeld. Dat was heel serieus. Ja. Een schitterend stuk uit de oorlog. En, vorig jaar hadden jullie Zadelpijn, toch? Ja, vorig jaar hebben we Zadelpijn gespeeld. Dus ook weer iets heel anders. Ja. Ja.
Ja, dus je probeert toch altijd een mix te maken van om verrassend ook uit de hoek te blijven komen, zeg maar. Ja. Dat het niet beter wordt, zeg maar. Is het een stuk waar alleen jullie volwassen leden in meespelen? Want jullie hebben ook een jeugdafdeling, toch? Ja, de jeugdafdeling die hebben we in principe, maar die staat dit jaar staat die even stil. Ook daar merken we dat er animo's vrij gering. Dus om daar dan een goed stuk voor neer te kunnen zetten. Ja, het is dit jaar helaas niet gelukt. Dus, maar hopelijk is dat iets wat we volgend jaar weer verder op door kunnen pakken. En kijken of we daar ook wat meer jongeren kunnen werven, zeg maar. Om dat stukje weer actief te maken binnen de vereniging. Want dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja, absoluut. Ja. Want er is. Ik heb het zelf nooit gedaan. Maar volgens mij is er weinig zo leuk als toneelspelen. En zeker als kind. Volgens mij maakt het je ook wel weerbaarder als je leert spelen. Nou, zeker wel. Misschien een voorbeeld mezelf. Ik doe het zelf ook nog niet zo lang. Maar vorig jaar, eigenlijk voor het eerst stond ik op de planken bij Excelsior. Dus voor mij ook totaal nieuw. En ook daar leer je veel. Als het gaat om een stukje persoonlijke ontwikkeling ook, draagt het daar zeker aan bij. En daarnaast is het ook heel tof om aan zo'n mooi project te werken met elkaar. En zoiets neer te zetten en ook vooral dat stukje enthousiasme te ervaren van de mensen om je heen. En onze trouwe bezoekers ook. Ja, ja sowieso. Hè? Nog een paar weken, dan mogen jullie weer spelen. Het weekend van 16 en van 23 maart. Het is nu laatste puntjes op de i zetten. Teksten zitten in de kopies. Soort van. Ja, ze zeggen altijd, de tekst moet zakken, hè, zeg maar. Oké, okay. Hij zit nu nog hier. Hij moet eerst in het hoofd en dan moet hij zo langzamerhand zo hier ergens blijven hangen. Oké, okay. Zit hij al een beetje Hij hangt onderweg? Nu ongeveer net boven de maag. Gelukkig. Schiet wel op, hè, nu. Ja, maar je moet hem eigenlijk niet meer bij na hoeven te denken over je tekst. Nee. En dan kan er altijd nog eens wat zijn dat je een kwinkslag hebt, maar... In principe moet die wel ergens weg zijn, zodat je vrijheid kan spelen. En dat is al een aantal weken aan de gang. Het lijkt me met dit stuk extra lastig. We hadden het er net in het voorgesprek al even over. Er moet heel veel getiktakt worden. Hè? Dus heel snel op elkaar reageren. Waardoor je eigenlijk misschien nog wel geconcentreerder moet zijn om los te spelen. Zeg ik het zo goed? Ja, eigenlijk zeg je het wel goed. Je moet, denk ik wel, het hele stuk moet je er goed bij zijn met je hoofd. Ook juist omdat je heel veel kleine stukjes tussendoor kunt hebben in het spel. Moet je eigenlijk alle tekst al bijna uit je hoofd kennen. Dus ook van de medespelers weten waar zij zitten in hun tekst. Zodat je daar goed op kan inspelen, zeg maar, op momenten dat nodig is. Mooie uitdaging. Maar inderdaad, we lopen nu zeg maar naar richting het einde, de voorstelling. En dan merk je toch wel dat het toch wel wat spannender begint te worden. We moeten de puntjes op de i gaan zetten. Dus er wordt nog even keihard gewerkt deze laatste twee weken. Ja. Ja. Met elkaar, ja. En wat zijn de precieze speeldata, Arie? We spelen 15 en 16 maart en 22 en 23 maart in het kwartier in Stolwijk. Uiteraard. De culturele zaal. Ja. Ik mag aannemen dat er een kaartverkoop is, want het is natuurlijk hartstikke leuk om een toneelstuk te spelen. Maar het is wel erg leuk als er ook mensen in de zaal zitten. Ja. Ja. Hoe kan ik aan kaartjes komen? De kaartjes die zijn verkrijgbaar via onze website. En, de website die zien jullie straks denk ik op de folder ook voorbij komen achter. En via die website kun je de kaartjes reserveren. Ja. Ja, mooi. Hoeveel mensen kunnen er ongeveer tegelijk komen kijken? Gemiddeld proberen we het op 150 per avond te houden. Anders kom je wel wat ver achter in de zaal te zitten. En dan is toneelspelen ook vaak... Ja, het heeft ook met meme te maken. Dus anders niet mooi meer. Dus we proberen het te beperken tot 150 per avond. Dus op zo'n vier avonden hebben we dan 600 bezoekers. Dat moet gaan lukken, toch? Ja, meestal wel. En als amateurs gespeeld is, meteen door in de repetities voor een volgend stuk? Of is het dan gewoon even vakantie? Nou, op de agenda staat nogal wat. We doen meestal mee in de culturele fietstocht van de boer op. Oh ja. Dat speelt zich altijd af een beetje in de natuur of op een boerenerf. Of op een, wij spelen meestal op de hennepakkers, gewoon tussen de bomen. En dat staat nog op programma. En Stolwijk Bruist, dat is in begin juni.
is een culturele avond van verschillende gezelschappen, niet alleen toneel. Okay. Ook met muziek en cabaret. Ja. Dus daar gaan jullie hierna weer op voorbereiden. Dus dat volgt hierna. Maar eerst amateurs even laten indalen. Zeker. En uitvoeren. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.